BNP Paribas Fortis stelt voor. Net als een eerste meesterlijke langspeler, Violet, situeert Bas de Vos zijn nieuwste film Ascension in Brussel. Dit keer het Brussel van na de aanslagen van 22 maart. De film speelt zich heel helder af na die aanslagen. Om de eenvoudige reden dat ik een film wil maken over een politieke werkelijkheid. En niet over een soort fake Brussel. Die grote geopolitieke gebeurtenissen zijn ineens heel zichtbaar in dat straatbeeld. Dat is nieuw, denk ik, voor veel Brusselaars. Om ineens het gevoel te hebben dat je verbonden bent met dingen die zich in Irak en in Syrië afspelen. Plots word je gedwongen door de omstandigheden om rond u te kijken. En dat moment, dat exacte moment, dat vind ik interessant. In een chique villa in Brasschaat draaide Emily Verhamme vorige maand haar tweede langspeler Sinner. Hiervoor ging ze een persoonlijke lening aan bij de bank. Sommigen kopen een huis. Ik koop een film, denk ik dan, aan mijn leeftijd. Maar het is niet dat ik het geld had of zo. Ik heb het ook echt moeten lenen. Dus het moet ook nog terugbetaald geraken. Maar ja, kijk. Het is een tragische komedie. Een beetje surrealistisch. Met heel veel kleur en heel veel zotte mensen. Dat over liefde gaat. Het is een verhaal waarin dat de man er niet bepaald positief uitkomt. Ja, een perspectief dat ik zeer onaangenaam vind. Als ook niemand iets wilde doen, ja, nee. Geen enkele man wil deze rol doen. Wie wil er nu een man spelen die wordt afgebeeld vanuit het perspectief van een vrouw? Ja, niemand dus. Een loser eigenlijk. Een loser. Ja, dus een lul. Dus kwamen ze bij mij terecht. En dan zei iedereen, ja, dat is typecasting, hè. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.